Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors. De laatste minuten. Meer balbezit voor Dortmund. En niet echt het overwicht van City. Integendeel, wel veel sneller de diepgang. Hier is Haaland. Kruipt in de rug bij Stones. Maar nog ver weg van het doel uiteraard. De aansluiting is er wel. En een goede trap van Dout. En de fantastische goal van Bellingham. Het is 1-0. Net geen kwartier ver. Wat een trap. Van de 17-jarige Jude Bellingham maakte afgelopen weekend tegen Stuttgart zijn eerste goal voor het eerste elftal. En nu kwalificeert hij Dortmund virtueel dan, want het is nog vroeg. En Man City weet dat het een moeilijke avond wordt. En toch weer een belangrijke rol voor Erling Braut Haaland. Vanaf de middenlijn gaan ze druk zetten. En Terzic die wil mee helpen verdedigen langs de lijn. De Bruyne goed tussen de lijnen. Mori heel geconcentreerd. De Bruyne met de stiel en meteen de trap. En de lat voorkomt de 1-1. De rebound gaat er niet in. Bernardo Silva wil een penalty, maar krijgt hij niet. En kijk eens waar Marco Reus mee komt verdedigen. Het zit niet mee voor De Bruyne en Co. Maar daar zijn ze voor het eerst. En hoe? Walker probeert iemand te lanceren. Foden, controle niet eens zo slecht in moeilijke omstandigheden. Maar hij is prachtig meegenomen. Bellingham maar Hits en Bellingham redden de meubelen. Het is Bellingham, want de Hits was geklopt. Ja, geweldige controle van Foden, Nico. In deze omstandigheden. Van rechts goed naar kijken. Links en kijken. Terug naar rechts. Knap. En Bellingham scoort en voorkomt. Dit is goed en snel gevoetbald en altijd toch weer een voet of een been ertussen. Appel voor handspel, het is penalty. Weer Can, Emre Can veroorzaakt een strafschop. En er is nauwelijks protest, ook niet van Can zelf. Ja, hij gaat het toch nog eens proberen bij Del Cerro Grande. Ik kop hem op mijn eigen arm, zegt hij. Komt er wel waarschijnlijk eerst aan met het klopt nog ook. Ja, het klopt nog ook. Klopt inderdaad. Kop hem op mijn eigen arm, maar ja, die arm er naartoe is te veel. Het is arm en hoofd op hetzelfde moment. Wat doet de Algerijn? Oog in oog met Hits. Mahrez trapt hem staalhard binnen en net hoog genoeg om buiten het bereik van Marvin Hits te zijn. Man City op 1-1 en op dit moment geplaatst. En je ziet de zucht van oplichting bij Pep Guardiola, maar ook bij de spelers van Manchester City. Daar komt de vrijtrap goed aangesneden, goed verlengd door Mats Hummels. En het scheelt niet eens heel erg veel. Dortmund gaat nog kansjes krijgen en het blijft oppassen voor Manchester City. Mori blijft de slordigheden opstapelen. Ja. En kijk eens wat de ruimte nu voor Kevin De Bruyne. Wacht op steun. Daar is de versnelling. Prachtige sleep is het. Hummels wacht nog. Die is hij ook kwijt. Gaat hij het afmaken? Nee, Hits voorkomt de doodsteek. Wat een actie van Kevin De Bruyne. Hij kan het niet helemaal afmaken. Schitterende redding, maar inderdaad, Nico, wat een actie. Eerst zag je hem wachten op het happen van Can. Dat krijgen we niet meer te zien, want de actie was al veel verder ingezet. Er is een heel goede hits nodig om hem van een 1-2 voorsprong te houden. En hier uiteindelijk Hazard. Daar komt hij, Torgan Hazard. En dan toch een Belg tussen de lijnen.
Foden. Goede trap en daar is dan toch het tweede Manchester City doelpunt. Het is opnieuw Phil Foden die het doet. En kijk eens, de opluchting, de vreugde. Nu mag alles los. Dit gaan ze niet meer weggeven. Foden naar Guardiola. En de vloek lijkt toch verbroken. Nooit wisselen. Dit gaan ze niet meer weggeven. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.